Wij waren heel blij dat jullie heel spontaan zeiden van, hé, dat gaan we doen. En wij vonden het heel erg leuk dat jullie er waren. En daar wil ik je als gemeente voor bedanken. Nou, we zijn natuurlijk een beetje een arme gemeente, dus ik ga je geen gouden berg geven. Maar ik heb voor iedereen een heel klein cadeautje. Dus ik heb een leuke bon, daar ga je wat leuks voor kopen. Ik heb er een kaartje bij gedaan, heb ik opgeschreven dat jullie voor mij echte kanjers zijn. Dus ik wil jullie namens het gemeentebestuur heel erg bedanken voor je hulp. En dat mag je ook op school wel even met de borst vooruit lopen en zeggen, kijk, wij worden daarvoor bedankt. En wat ik vooral heel leuk vind, dat jullie het gewoon spontaan gedaan hebben. Dat je zegt, van nou, dat vinden we leuk. En het was best een hele lange avond. Hey Bart, heel erg bedankt, hè? Ja. Hartstikke leuk. En dat doe je super. Ik moet zeggen, je bent echt een gast hier. Oh, bedankt. Ja, echt waar. Dan ga ik naar Lotte. Lotte, jij ook heel erg bedankt voor het leuk te doen. Ja. Maar waar stond jij dan? Bij de ene, bij de voorkant of aan de achterdeur? Bij de voorkant. Bij de voorkant. Oh ja, dat is het beste plekje. Ja. Met wie stond je er dan? Met die Bart. Oh. Hé, jij hebt heel erg bedankt. Vond je het leuk om te doen of niet? Ja. Nou, mooi zo. Ja. Natuurlijk die langskwam of niet. Zei die dan wat tegen je of niet? Ja, goed bezig. Ja, goed zo. Ja, dat vond mij ook. Nou, je mag nog één over, Tess. Ja. Jullie hebben wel een mooie korte naam trouwens. En dan Tess ook heel erg bedankt. Ja. Super dat je dat gedaan hebt. Ja. Ja? Alsjeblieft. Dank je. Weet? Nee. Ja, jij wel? Bij de vorige. Ja? Was het nog wat leuks? Niet smakken, Chris, hè? Ik heb camera met geluid, hè? Dat weet je, hè? Plaats je altijd, dit? Ja. Ja? Het blijft mij wel eens hoor. Ja, maar die wil geen 15 jaar. Je moet je altijd proberen in Finland. Dat is wel snel. De voice.